Hey Johan. Hey. Nu heb je eindelijk die sleutel gevonden en dan is het pauze. Nou, dan repareer ik die auto toch na mijn pauze. En daarna poets ik hem extra mooi op. Nee, na de pauze hebben wij eerst werkoverleg. Oh, dat was ik vergeten. Dan ga ik snel een broodje kopen. Niet te laat komen, hè? Je weet, meneer Maas heeft een hekel aan te laat komen. Ik ben over een half uur terug, dat is toch op tijd? Ja. En weet jij waar Johan is? Want de pauze is om en we hebben zo meteen werkoverleg. Hij ging even een broodje halen. Wat moet ik nou met zo'n jongen? Hij komt te laat en hij is slordig. Ah, hij zal zo wel komen. Ja, hij is soms wat slordig, maar ik vind het een goede monteur. Ja, dat is waar. Zeg Martijn. Ja, meneer Maas. Wat denk jij daarvan? Zou jij niet al mijn administratie willen doen? U bedoelt dat ik voortaan elke dag werk met de computer? Dus dan werk ik niet meer als monteur in de garage? Nou, dat klopt. Wat vind je daarvan? Zo iemand als jij hebben we de komende jaren heel hard nodig. Fantastisch. Ik doe het. Ja, dan vertellen we dat gelijk aan je collega's in het werkoverleg. Ga je mee? Schat, goed nieuws. Ik mag blijven. En weet je wat? Vanaf volgende week werk ik op de administratie. Echt waar? Ja. Gefeliciteerd, man! Ja. Oeh, wat goed! Hoe is dat gegaan? Nou, ik doe toch die computercursus. Ja.